dit gedicht op de smaak te gaan. Waarom bleef je aan de achterkant lekkerder dan vooraan? De aan de baan, want met het maken van nieuwe voetstappen, geef aan ons op de maan. Je eigen groei, dat doe je altijd tezamen. En met het doel van je bent een blik, zie je ook jezelf ontstaan. En vergeet niet, links is rechts. En andersom, of vice versa, hoe was het ook alweer? King is not back. Back in the house building, Elf. Dit gedicht heet Ontwerp. 28,3 inch bij 43 stone en diepte van 3x4 op een schaal van Richter. Moeilijk te denken dat alles zo is als dat voorgehouden wordt. Vooral vanwege het ritme van de mens in het verwachtingspatroon van eigen wens. Niet dat je hoeft te denken dat er aan de meeste dingen wat schort. Wel eens gedacht aan de tendens. Tendens. Puzzel. 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 Bezig je met maten. Beter voor je raten. Emotioneel gevoelloos of al lang in de gaten. Wie zal het zeggen? En dan doe ik nog één gedichtje en dan daarna nog wel een wat meer gedichtjes, maar dit gedicht heet. Ik doe twee gedichtjes. Dit gedicht heet Binnenste Buiten Spuiten. Heet het gedicht. Binnenste Buiten Spuiten. Is het binnen of is het buiten? Is het schoppen of is het ruiten? Zijn het klonten of de kluiten of de bovenbenen of de kuiten? Ga ik het opkroppen of. Ga ik uiten, gevoelens van binnenuit spruiten, korter belichten, dus sneller ontsluiten. Laat je niet geestelijk uitbuiten, niet anders doen voor het uiten, maar gewoon achteraan sluiten en lees voor gebruik wel bij je sluiten en naar jezelf gerichte gefrappeerde brief bij sluiten. Na penetratie niet affluiten, maar op een zacht pitje aan fruiten. En lees gewoon door. Vergeet niet te fluiten. Laatste gedicht. Laatste gedicht. Akoestiek hier, man. Raar. Dit gedicht heet Camouflage. Oh ja, ik moet even zeggen. Dit is even mijn kortste gedicht. Dit gedicht heet Camouflage. Valt niet op. Valt niet op.